Terwijl heel Nederland gisteravond treurde om de nederlaag tegen Duitsland, werd er in Den Haag gewoon keihard om gelachen. Ik ben ook wel goed met ballen. In Theater Pepijn werd het commentaar van de NOS achterwege gelaten. De Oranje supporters kregen namelijk live commentaar van drie stand-up comedians. Van Persie, ik wissel met Gomez. Is dat een idee? De wedstrijd zelf wordt denk ik niet zo lollig. Ik denk, nou, misschien dat deze mannen er iets aan kunnen toevoegen. Met de cabaretiers lijkt me gewoon erg leuk. Want ik ben niet een super voetbalfan. Ik wil de wedstrijden wel zien. En daar ben ik gekomen. En de allerbelangrijkste man is de man met de magenzak. Dat klinkt opeens heel vies. En de mondbespons. Dat is serieus lachen, dames. Heel serieus wedstrijd dit. En dan komt Nederland met 2-0 achter te staan. De vervelende rot Gomez weer. Funest voor de sfeer in de zaal, zou je zeggen. Maar nee, er blijft gewoon gelachen worden. Ja, mijn huid is ook zo dramatisch. Hoe lang hou je nog vol dat lachen? Ja, tot de 3-0. 0-3. En dan houdt het wel echt op. Gelukkig komt het niet zo ver. Na de rust scoort Nederland de 2-1. Ja! Ja! En dan vinden zelfs de comedians het even erg spannend worden. De voetbal wint het van de grappen. En Duitsland wint van Nederland. Zondag met de wedstrijd tegen Portugal zijn de grappenmakers weer van de partij. Of er dan weer gelachen kan worden, dat moet blijken.